We zijn bij de Han de Hogeschool van Arnhem Nijmegen en we zijn aan het P-badmintonnen of badminton voor mensen met Parkinson. En we zijn als bond heel erg bezig met diversiteit en inclusiviteit. En dit is daar voor ons een hele mooie tool in. Badminton is natuurlijk een sport, proberen we voor iedereen mogelijk te maken. En dit is een heel mooi initiatief wat eraan bijdraagt. Onderzoek heeft getoond dat mensen met Parkinson die bewegen en sporten juist minder snel achteruit gaan dan mensen die minder bewegen. En daarnaast doen we echt ook specifiek oefenen op coördinaties, evenwicht, dubbeltaken. Ik denk dat het een hartstikke mooi initiatief is. Dat zie je ook bij Old Stars Badminton. Dat hebben we opgestart als Badminton Nederland. Daar proberen we gewoon echt mensen die in de maatschappij zijn en net buiten de boot vallen op bepaalde vlakken te ondersteunen om wel deel te nemen. Ik heb altijd heel veel aan sport gedaan en de Parkinson belet toch sommige dingen wel. Maar juist nu is het fijn om toch weer lekker aan het sporten te zijn. Ik heb nu zelf 8,5 jaar Parkinson en dan vind ik het toch heel fijn om te zien dat ik toch nog zo goed mee kan. Nou, sport en zorg kunnen elkaar helpen in het herstel of het uitstel van ziektebeeld. Omdat dat niet verder ontwikkelt. Ik denk dat sport daar een hele mooie rol in kan spelen. En ik denk dat dat heel goed is. Ik zou heel graag als een inspiratie willen zijn voor andere clubs en ook voor andere sporten. Om mensen meer aan het bewegen te krijgen.